We zitten in de auto en we zijn even aan het tanken. En dan gaan we rijden. Wil jij vertellen waar we naartoe gaan? Dat wilde je toch? Ja, je hebt gewonnen. Je hebt het goed gespeeld, Mom. Ja. Hey, volgens mij hoor ik een brassband buiten. Gaan we kijken? Ja, ze maken het wel moeilijk om bij de winkels te komen. We zijn weer thuis. En we hebben allemaal een bosje van mij. Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn nog best vroeg uit bed en klaar. Ik heb me al aangekleed. Ik heb deze top en broek aan van Mango. Mijn lakdoen pumps. Ik weet niet of je zo ziet onder mijn broek. En mijn Kurt kijkertas. Sarah en Marco zijn zich nu aan het aankleden. En dan kunnen we zo de deur uitgaan. We zitten in de auto en we zijn even aan het tanken. En dan gaan we rijden. Wil jij vertellen waar we naartoe gaan? Dat wilde je toch? Naar oma. Zie je uit het raam te staren? Ja. Kiek, kiek. Ik hou van jou. En Sarah die heeft zoiets liefs nog gemaakt. Mag ik het laten zien? Nee. Oh, ik vond het zo lief. We hadden natuurlijk een cadeau besteld voor oma's verjaardag, want die was een maand geleden al jarig. Alleen, dat was niet op tijd binnen. We hadden het ruim op tijd besteld. Het kwam echt één dag nadat... Dat oma het vierde binnen. Dus we hadden echt zoiets, ja, echt één dag later. Waarom dan? Maar goed, toen al gebeld om af te spreken. Alleen dit was de eerste dag dat we allemaal konden. Dus vandaar dat we vandaag gaan om het cadeautje te brengen. Of in ieder geval het een aardig cadeau. Niet super groot, maar het is geen cadeautje. Wat heeft die nou weer op? Nee. Heel kort. Ja, die heeft een gezichtsmasker op, maar dat... Het lijkt wel of die uit de ruimte komt. Het is, ik weet niet wat het allemaal is, maar... Het lijkt wel een soort gasmaskerachtig. Gasmasker light. Die man met een zwarte jas. Ja, heel apart wat hij op zijn gezicht heeft. Echt heel apart. Ik zou hem bijna willen filmen, maar dat kan je dan net weer niet maken. Oké, Sarah heeft zich bedacht. De ramen zijn open en ik mag het cadeau laten zien. Ze had een maand geleden ook al een leuke plaat gemaakt, maar nu weer. Oma, 84 jaar. Echt zo leuk. En dan kan je hem openvouwen. En dan heeft ze er nog allemaal ingetekend. Echt superleuk. En dat van mij in. Oma is de beste en zo. Super schattig. Ja, die was er weer uitgevallen. Want die valt er elke keer uit. Die heeft ze er een pasfotootje erin gedaan voor oma. Ik weet alleen niet of oma deze al heeft. Nee, ik denk het niet. Ja, anders heeft ze hem twee keer. Echt super schattig. En ze heeft ook echt aan de onderkant hier... een randje gemaakt, de nietjes, waar die pasfoto er dus in kan. Alleen, ja, hij valt er elke keer uit. Oké, ik heb hem er weer ingedaan, Mom. Ja, je hebt gewonnen. Je hebt het goed gespeeld, Mom. Ja. Hey, volgens mij hoor ik een brassband buiten. Gaan we kijken? Heel jammer. Oh, volgens mij... Ja, Sarah, daar aan de overkant komen ze. Daar zie ik ze lopen nu. Zie je het? Daar komen ze aan. Dat zagen ze heel de tijd niet. Dansen! Schudden met je billen, Sarah. Ze zijn heel jong, ze. Echt cool. Kijk nou, Sarah. Het zijn allemaal kinderen. Kijk je uit dat de baby niet valt? Ja, ik loop naar achter. Gaan ze weer.
dachten, nou, daar zijn we zo verschrikkelijk lang niet meer geweest. Laten we er maar eens gaan stoppen. Daar is wel naar het winkelcentrum. Heel raar, je hebt een trap naar boven, maar die gaat alleen maar één parkeerdek naar boven. Dan moeten we echt wel onthouden waar we staan. Ja. Dus we gaan even kijken of dat plein nog iets is. Het is echt... Nou, toen zij baby was, denk ik dat ik hier als laatste ben geweest. Zij zat sowieso nog in de buggy. Of we er kunnen komen. Of er nog wat is. Ja, aan de andere kant weer deur. Nou, ze maken het wel moeilijk om bij de winkels te komen. Sarah en ik hebben een fotohokje gevonden. Marco wilde niet mee. Oh. Ja, gaan we even kom maar daar voor mijn schoot zitten. Moeten we het goed doen? En deze doet dus echt 5 verschillende leuke foto's. Is uw product door aanraking van het scherm. Terug. Dan moeten we deze. 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 Nu weet je hoe het werkt, hè? Ja. Beginnen we met een leuke lachende. Ja, we zitten nu goed, dus je moet wel je hoofd kijken. Als jij te ver gaat... Moeten we daar kijken? Ja, dat is te licht, maar kijk. Dit is hoe je hoofd, dus je moet wel daar blijven, anders val je eruit. Oké. Okay. Ja, heb ik al gedaan? Kijken. Hey, kijken. Ja. Kijk recht vooruit. 3, 2, 1. Kijk recht vooruit. Echt op. 3, 2, 1. Arm. Kijk recht vooruit. 3, 2, 1. Dan moet je laten zo. Kus. Goed, kus. Draai je hoofd. Nee, naar mij kijken. Naar mij kijken. 3, 2, 1. Ja! Zij stiekem te spieken. Ja, de eerste was wel te ver bewogen. Oh, deze is wel leuk, hè? Ja. Maar oké. Okay. Ja, Sarah die bewoog en die hoort dat klikken en dan maakt hij hem pas. Dus dat was echt een smeer, die foto's. We zijn overnieuw begonnen, dan moet je ze alle 5 overnieuw. Vindt het allemaal oké, ja. Dankjewel dat je dat even nu even meldt, ja. Mama! Ja, daar komt hij eruit dadelijk zo, volgens mij. Kijk er dan. Daar komt hij. Hoe zit je er bijna in? Zie je hem al? Komt ie? Oh, dit deed ik vroeger zoveel. Het is zo leuk om dit een keer met jou. Kijk, koekoe! Onze foto's! Dit is zo leuk. Kijk dan! Ah, vind je ze leuk? Ja. Geweldig, hè, samen? Ja. We zijn onderweg naar huis, maar we gaan met Sarah door de wasstraat. Oh, een vlekje op mijn lens. En het grappige is, de laatste keer... dat zij in de wasstraat is geweest, was jij baby. Toen ging je heel hard huilen. Toen vond je het niet zo leuk. We zijn weer thuis. En we hebben allemaal voor mij. Ja, het is allemaal voor jou eigenlijk. Alles is voor jou. En we hebben wel die foto's. Kijk, die zijn echt cool, hè? Ja, ik weet niet of ik ze al had laten zien. Dit zijn de foto's. En ze zijn echt leuk. En ze heeft deze gekregen. Die is echt heel leuk, die rugzak. Dus die kan je op woensdag naar school. Want dan laat houden ze door de week, zoals je niet hoeft te blijven. Het overblijven is niet handig, of als je moet gimmen. En Sarah die heeft sieraadjes. Mag ik ze al laten zien of pas met je verjaardag? Pas met mijn verjaardag. Oké, okay, dit is met de verjaardag. En we hebben heel fijn. We zochten er echt al een tijd naar. Maar liep er nu tegenaan. Voor mij ligt van die basic. Ja, echt van die basic shirtjes. Ze heeft ook een jurkje.
Met van die bandjes waar een shirtje onder kan. Maar dan moet het wel echt zo'n shirtje zijn. Dus die heb ik in het wit. En toen dacht ik, ja, ze waren €3. Ik denk, hup, ook gelijk in het zwart. Dit zijn topjes die koptopjes altijd goed zijn. Nee, basic topjes. Dat is vooral waar het om gaat. En dit is in maat 128, 7, 8 jaar. Dus dit zullen je ze niet verpesten met knoeien. Dan kunnen ze heel lang mee qua maat. Dus de rest is het afwachten. Maar je hebt toch dat ene jurkje waar je ook geen shirtje onder had? Ja. Ja, deze kan er wel onder. Dat is zo'n shirtje als dat we zochten. Wij hebben weer een twee spelletjesavond. Ik ben met Kaylee en Orlando. En we zijn niet scherp. Hallo. Hallo. 6 en 4. En we spelen Risk. En Oor staat elke keer een beetje heel erg voor. 4 en 3. 5. Dus hij gaat weer, hè, met rollen. Hij, elke keer rolt hij ons er gewoon uit. Dat is de tactiek. Heel, I'm rooting for you. Maar als jij die pakt, dan hebben we overlevingskans. 6 en 4. Ha! Ik vind het heel persoonlijk zo. Ja, eigen schuld. Jij hebt je tegen ons gekeerd. Dus, ik heb haar Europa gegeven. Ja. 6 en 2. 5 en 4. Okay. Kom op, Keel. Kom dus op. Hoe heb ik me tegen Kelly gekeerd als ik haar Europa geef? Ja, je gaf 1 randje omdat jij er zelf te veel had. En Oor, ik sta jouw landjes hier ook weer terug te zetten. Oké, okay, dan ga je het ook weer van de kaart. 6 en 2. 4 en 4. Ja, je pakt er wel elke keer 1, maar langzaam speel je hem wel. Kom op, 4 en 3. Je hebt ook echt elke keer 1, hè, allebei. Ja. Ja, kom op, Keel. Hij staat er maar 1 voor. 4 en 3. Nou, kom op. Never underestimate the Jij hebt gewoon van die casino-dobbelstenen, weet je wel? Die altijd als op de aanslag komen. Als je wist dat niet heel verdacht is. 4 en 1. Nou, ja, dat was, ik zit het heel somber in. 3. Maar hij is wel minder sterk nu. Ja, ja, alleen. Maar ik ga je pakken. Maar ik kan hem ook, ik heb hem hier net ook al gepakt. Ja. Je kan nog wel hier voor een kaartje gaan. Ik weet niet of je daar heel veel op gaat. Nee, ik geef het oprecht op. Ik ben er een beetje klaar mee. Dit is gewoon niet mijn spel. Oké, spelletje avond was wel leuk. We hebben natuurlijk Risk gespeeld. Alleen Kelly moest op tijd naar huis. Want die moest morgen heel vroeg de bed uit om te werken. Dus toen heb ik met mijn broertje nog Saboteur gespeeld. En ik dacht dat ik pas de gewone Saboteur had gehad. Maar dit was dus Saboteur Duel. En dat kwam op zich wel goed uit. Want dat speelde dus met z'n tweeën. En we waren met z'n tweeën. Dus dat was ook nog heel erg leuk. Precies toen mijn broertje eigenlijk al weg wilde gaan, kwam Marco thuis. Dus dat viel ook precies in elkaar. En Marco en ik zitten hier nog even te praten. En op een gegeven moment, ik denk, wat zie ik bewegen? Op de leuning, nou echt zonder overdrijven. Zo'n, kan je dit goed zien? Zo'n grote, dikke, zwarte spin rent hier langs mij. Nou, ik denk dat ik in één sprong bij de eettafel stond. Dus ik zei tegen Marco, hij zei, nou, val me mee. Nou, op een gegeven moment, hij die kussens op zijn halen, maar er zat die spin niet. Dus hij kijkt, hij zei, ja, volgens mij zit hij daar achter de bank. Wij heel de kamer verbouwen, die bank opzij. Dus hij kijkt, hij zegt, ja, hij is echt, echt heel groot. Nou, hij pakt normaal spinnen op met zijn hand. Hij had zoiets, deze ga ik gewoon niet eens met mijn hand pakken. Dus met een glaasje gepakt. Nou, echt, het ding was zo groot. Echt, echt niet leuk meer. Echt. Deze hoort wel in de top van grootste spinnen die ik ooit in huis tegen ben gekomen. Dus nu lach ik. Maar dat deed ik net dus echt niet. Maar goed. Ondertussen is het best laat. Het is net over 12. Dus als ik nu naar bed ga, kan ik nog net doen dat ik me aan mijn eigen afspraak met mezelf heb gehouden. Dus ik ga lekker mijn bed in. En ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer.